Zo. Een rustige, regenachtige middag met Brian in een tuin. Zoals je ziet, heb ik hier mijn emmer met rijstwater. Maar ik had ook rijstwater geweekt met ijsschillen, fijn gemalen. Heb ik laten staan. En die ga ik gebruiken voor mijn opgekomen zaden. Zoals je ziet, zijn dit de zaden. Ik heb speciaal water laten halen even om het te doen. Dit zijn de opgekomen zaden. En die ga ik hierin zetten. Maar dit wat ik hier heb gemaakt met ijsschillen en rijstwater, heb ik maar een beetje nodig even. Dan verleng ik hem even met water. Want daarin zit er kalium in de ijsschillen. En rijstwater heeft ook bepaalde mineraalstoffen ook erin. Vooral de vitamines die zeer belangrijk zijn ook voor de plant. Ga ik hem gebruiken. Maar hier heb ik dan ook uitgezaaid mijn kousenbaan. Ziet u, het komt al op. Maar ik ga hem speciaal vandaag gebruiken voor mijn soepgroenten. En dit zijn mijn soepgroenten die hard aan het groeien zijn. En rijstwater met ijsschillen geweekt. Ik heb het voor één dag geweekt. Die zet ik dan voor mijn soepgroenten. Oké, natuurlijk ga ik dit ook een beetje geven. Dit zijn mijn kailaan. Over een week, hopelijk zijn ze al mooi genoeg groot om overgeplant te worden. En de resterende ga ik hierin in deze bak zetten. En hierin ga ik mijn kailaan dan erin plaatsen. Laat die opzuigen. Want pas komende week dinsdag ben ik er weer. Dus dat heeft het genoeg. Voeding tot dinsdag gaat die dan in deze bak zijn. Voor de rest heb ik hier zo nog mijn koriander. Die zijn nog niet uitgekomen, maar over enkele dagen is het ook zover. Maar hier de kousenbaan zijn wel opgekomen. Kijk u. Ik heb ze hier zo 6 geplant. En 1, 2, 3, 4 zijn al opgekomen. Nog niet 2 hier. En die worden dan verder overgeplant. Ik zou zeggen een rustige regenachtige middag met Brian in de tuin.